Nederland geraakt in de examentijd over een dag of 10. Ja. Ook het Elsendaal College in Boksmeer. Maar voor die tijd hebben jullie iets heel leuks bedacht. En dat wordt woensdag uitgevoerd. Fabian, wat willen jullie gaan doen? Nu wordt het via een livestream gedaan. En dan kun je gewoon via een livestream meekijken. En dat is van tevoren al opgenomen. Maar de presentatoren doen het wel live. Mirke, hoe moeten wij ons dat voorstellen? Wat waren jullie voorwaarden? Of... Ja, alle leerlingen kunnen meedoen en je kan echt alles doen wat je wilt. Je van zingen tot mode tot dansen, je kan echt alles doen. En voordat je meedoet moet je opgeven, dan ga je auditie doen. En dan word je uitgekozen om op het podium te staan. Ja, en dit jaar helaas niet live, maar dan via een livestream. Ja, je zegt dat je wordt uitgekozen. Zijn er ook afvallers? Ja. Ja? Je wilt een bepaald niveau hebben of zo? Ja, maar soms zijn er ook gewoon voor bepaalde dingen gewoon al heel veel. En vaak doen mensen ook meerdere keren mee. Dus als mensen met meerdere bandjes meedoen, je kan niet elk bandje mee laten doen. Want je moet natuurlijk wel een gevarieerd programma houden. Maar vaak doet iedereen wel een keertje mee. En vaak ja. Doe je wel gewoon, mag je wel een keertje door. Ja. En achter ons kunnen we het ook zien. We kunnen het ons al iets bij voorstellen. Dan moet er een titel bedacht worden. En er was eens. Fabian, er was eens. Er was eens. Dat mogen ze zelf weten. Ja, dat mogen ze zelf weten. Ja. Jullie hebben al wat gezien. Ja, we hebben zelf natuurlijk ook dingen opgenomen. En dan mag je, ja, dan zie je soms wel een beetje het act die al van tevoren is. Of die na je mag. Dan mag je soms een beetje kijken. Maar we hebben nog niet alles gezien. Dus voor ons is het ook een verrassing woensdag wat er allemaal is. Ja. Want ja, meestal kijk je met z'n allen naar elkaar. Maar nu moest het dus in de tijdschema's wie aanwezig mocht zijn in de zaal. Want je mag natuurlijk niet met zoveel mensen in één ruimte zijn nu. Dus we hebben nog niet alles gezien. Maar kleine stukjes wel al. Maar... Ik zie jouw lachende gezicht al. Dus, Het is wel heel leuk. Het staat al vast dat het heel leuk wordt. Het wordt sowieso dat heel leuk. Ja. Mensen thuis, met anderen waarschijnlijk, zitten te kijken en zitten te lachen. Ja, dat is zeker. Je hebt dus al een indruk. Het is even belangrijk dat het goed gecommuniceerd wordt over wanneer de uitzending is. Komende woensdag dus om 8 uur is er een stream. En die kan je via YouTube, maar ook via de tv bekijken. En de presentatoren die zijn wel live aanwezig in de zaal, in de weijer. En die gaan dus wel echt op dat moment vertellen wat er gebeurt. En die gaan de acts aankondigen. Maar voor de rest zijn alle acts van tevoren opgenomen om het zo coronaproof mogelijk te houden. Je zegt, er zijn een heleboel aanmeldingen, je hebt al wat gezien. Kan dat nu nog? Het is nu, Nee, alles staat er nu op. Dus voor dit jaar kan je nu niet meer meedoen, want alles is al opgenomen en alle acts zijn al bepaald. Ja. Maar als je nu denkt van wow, dit ziet er zo leuk uit, dit wil ik ook doen, dan kan je altijd volgend jaar nog aanmelden en dan meedoen. Geldt dit voor alle leerlingen van het Elsendaal College? Ja, dit geldt voor alle leerlingen. Elk is instrument en ja, of een act, ja. Het maakt niet uit of je in de eerste of in de zesde zit, of je bent blijven zitten. Ja, eigenlijk elke klas heeft wel, ja, iedereen meldt zich aan. Elke persoon die denkt van, wow, dit is leuk en ik wil mijn creativiteit laten zien, die meldt zich echt aan. Dus je hebt leerlingen die echt net een half jaar dan op deze school zitten, die doen mee. Ja. Maar ook mensen die al veel jaren hebben meegedaan. Dus van alle klassen zijn er wel aanmeldingen. Het is echt een avondvullend programma. Misschien dat je eerst, misschien had je wel door dat het hier was en kon je niet naar Boksmeer komen. Maar nu kan je het gewoon vanuit thuis kijken en je kan echt alle soorten kunst zien. Ja. Dus het is voor iedereen leuk en je kan het gewoon makkelijk kijken vanuit je eigen huiskamer. Dus je moet gewoon kijken. Maar de uitzending, en dat is best wel uniek, is wel live. Ja, die is wel live. Ja, de acts zijn wel van tevoren opgenomen al. Ja. De presentatoren zijn wel live en wij hebben het zelf ook nog niet gezien. Nee. Dus ja, voor ons is het ook nog verrassing. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. Ja. Aanstaande woensdag 12 mei om 8 uur 's avonds is er een livestream vanuit Weijer. Van Extravaganza door de leerlingen van Elsendaal. Oh, het is op Omroep Land van Kuik. Kijken.